In het Belgisch stripcentrum zet men de nieuwe Vlaamse strip in de kijker. Een nieuwe lichting stripauteurs die durft af te wijken van de traditionele succesvolle familiestrips en die zich laat inspireren door verre oorden en verhalen doorspekt met waarheidsgetrouwe elementen. Hun creaties worden zowel in het binnenland als in het buitenland geprezen. Dankzij de oprichting van een adviescommissie strips binnen het Vlaams Fonds voor de Letteren kreeg deze nieuwe lichting vanaf 2002 extra steun bij de vertaling en internationale promotie van hun werk. Onder meer Judith van Istendaal, Brecht Evens, Nix, Pieter de Poortere en Simon Spruit vinden hun stek op deze tentoonstelling, die je nog kan bewonderen tot 3 juni 2018. Wat is daar heel belangrijk bij geweest bij die beweging? Twee dingen. De scholen waar je de striptekenen kan lezen. Dat was Sint-Lucas Gent, waar Pieter de Poortere vandaan komt bijvoorbeeld. Dan heel belangrijk Sint-Lucas Brussel, waar ook heel veel mensen gediplomeerd zijn. Judith van Istendaal, Ben Gijzemans, nog vele anderen. Een tweede aspect is het Vlaams Fonds voor de Letteren, dat begin de jaren 2000 een stripcommissie opricht, waar dat dus werkbeurzen worden toegekend aan striptekenaars. En dat is echt wel van cruciaal belang geweest, want zo hebben veel mensen eigenlijk tijd kunnen kopen om te werken aan een eigen grafische roman, een eigen werk, en dan ja, strippareltjes te creëren. Ik kan leven van mijn artistiek beroep dankzij twee dingen. Ik krijg een beurs van het Fonds voor de Letteren, die ik jaarlijks aanvraag. En ik heb de taalgrens overgestoken. Dus mijn eerste publicaties zijn in het Frans. En er zijn veel meer Franstaligen dan Nederlandstaligen. Dus ja, ik kan ervan leven op die manier. Veel van die auteurs die hebben veel succes in Franstalig België en Frankrijk ook. Hebben prijzen gekregen in Angoulême, Brecht Evens, noem maar op. Het gaat zelfs zo ver dat sommige van die auteurs, dat die eerst in het Frans verschijnen en dan pas in het Nederlands. Het laatste boek van Judith van Istendaal, Mikkel, verscheen een paar maanden voor het Nederlands in het Frans bij Lombard met de titel Salto. Dus dat toont echt wel dat die mensen zijn doorgebroken, niet alleen in het Franstalige wereld, maar ook daarbuiten. Ik denk dat het vernieuwend is omdat het brak met een traditie. Een traditie die goed was, maar zoals veel tradities. Maar de strip had behoefte aan een nieuwe wind, zeg maar, een nieuwe golf. Ik kan het niet eens een nieuwe generatie noemen, want de mensen verschillen nogal van leeftijd. Maar ze hebben wel hetzelfde gemeen, namelijk dat ze het een beetje beu waren om in de klassieke hokjes te werken. Dus zowel vormelijk als inhoudelijk gebeurden er nieuwe dingen onder invloed van het buitenland. Laat ons eerlijk zijn, Frankrijk, Amerika. Opkomst van internet heeft er zeker mee te maken gehad dat mensen hier nieuwe experimentele dingen gingen doen. En dat is denk ik de gemeenschappelijke factor. Zowel inhoudelijk als dus beeldend meer durven en meer experimenteren dan de klassieke traditie in Vlaanderen van Suzanne Wies, Nero. Alle respect, supermooie strips, maar de tijden veranderen natuurlijk en deze mensen hebben dat mee bewerkstelligd. Mijn echte bron is het leven. Ik ga in de wereld rond en tegenwoordig werk ik gewoon met mijn schetsboek. Ik teken wat ik zie en die tekeningen gebruik ik rechtstreeks voor mijn boeken. Naast het striptekenen, heb jij nog een ander beroep of kan je leven van het tekenen? Ja, ik leef niet alleen van tekenen, want ik wil te veel mijn eigen zin doen om commercieel te zijn. Dus werk ik nog deeltijds in een bibliotheek. En een van mijn voornaamste jobs is het aankopen van strips. Als ik in de toekomst kijk, zou ik eigenlijk liefst... wat ik echt wil, is richting animatie gaan. Dus tekenfilm. De mogelijkheden exploiteren van... wat dat bewegend beeld, geluid, muziek extra kan geven aan mijn werk. Mijn algemene inspiratiebron is gewoon dagelijkse dingen. Dingen die met mij gebeuren, dingen die ik zie gebeuren rond mij. Niet per se actualiteit, politiek of zo, maar meestal hoe de mensen met elkaar omgaan.
Ik ben filosoof qua opleiding en toegepast graficus. Maar wat is jouw inspiratiebron? Lezen en leven. Ik kan leven van het tekenen, maar daarnaast heb ik als hobby ook lesgeven in Sint-Lucas. Ik heb eigenlijk schilderen gevolgd in Sint-Lucas, Gent. En uit een belangstelling voor schilderen, mijn belangstelling voor de vorm van een soort graphic novel is pas later gekomen. En dat verklaart waarom ik hier dan aanwezig ben op een expositie in het Stripmuseum. Ik heb etnische kunst gestudeerd aan de Universiteit van Gent met specialisatie hedendaagse West-Afrikaanse kunst. Daarna ben ik nog maar eens gaan studeren en heb ik beeldverhaal aan de Hogeschool Sint-Lucas in Brussel gestudeerd. Ja, er zit ook een zekere opleiding voor iets tussen. Sint-Lucas, u bent daar, ligt daarmee aan de grondslag van? Ja, klopt. Ik ben nu nog altijd lesgever in Sint-Lucas in Brussel, de Nederlandstalige Sint-Lucas, voor alle duidelijkheid. Daar is een stripopleiding gestart, 15 jaar geleden of zoiets ongeveer. En tegelijk zijn er nog andere initiatieven ontstaan. Het Fonds der Letteren begon ook steun te verlenen aan strips, beeldverhalen, niet alleen meer aan de highbrow literatuur, zeg maar. En er zijn een paar jonge uitgeverijen opgestart. Nu pleit ik even schuldig, want ik heb er ook eentje opgestart, oogachtend. En ik heb, denk ik, 9 van deze 20 mensen gepubliceerd. Sommige ontdekt in Sint-Lucas. Nu, om die 18 mensen die we hier tentoon te stellen onder één noemer te vatten, dat zou ze eigenlijk onrecht aandoen zijn, want ze zijn heel divers. Maar toch, er zijn een paar dingen die we wel terugvinden. Het zijn inderdaad vaak grafische romans, meestal ook wel autobiografisch of deels. Ze vertellen echt wel het verhaal van een persoon van vlees en bloed. Dat kan ook zichzelf zijn. Ook een gevoelige kijk. Het is genuanceerd. En ten tweede, bij de generatie zien we toch ook wel heel veel sterke humoristen. Nix, Kinky & Cozy, Bart Schoofs en zo. En eigenlijk kunnen we daar de voortzetting zien van de Vlaamse rashumoristen. Max Sleen, Van der Steen ook wel een beetje. Die gekke, absurde, surrealistische humor. Wel, die leeft ook voor een deel door bij die Vlaamse generatie vandaag in een moderne versie.